Ja, en hier staan we dan in het piepkleine Marle, de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Echt, Ellie die kan koffie zetten, dat wil je niet weten. Dat is onze gastvrouw, die heeft hier het kleinste stembureautje van Nederland. Kijk, we zien hier het bordje. Ze verwachten ongeveer 50 mensen vandaag. Ja, ik hou er rekening mee dat er geen kip komt. En hier staan we dus in het stembureautje. Letterlijk in de woonkamer van Ellie en Wim. Sommige bewoners van ons wij die zijn ook een stukje ouder, dus die hebben deze nodig. Om te kijken. En natuurlijk het rode potlood. Het kleinste stembureau van Nederland, in Marle, is hierbij geopend! Ja! Yeah! We zitten in het kleinste stembureau van Nederland, in het huis van Ellie en Wim in Marle. Daar staat hier de burgervader van Oostwijen, Ton Strienton. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het u of je? Ja, je kunt gewoon je zeggen. Ja, fijn. Ken je Ellie en Wim? Ja, zeker. Ik kom hier regelmatig, alle verkiezingen. Ja. En ook daarbuiten wel eens. Ja, u gaat alle stemhokjes ook af vandaag, toch? Ja. En hoeveel zijn dat er in Oostwijen? 14. Zo, een lekker dagje. Ja, je ontmoet nog eens wat mensen op die manier. En het is leuk om te zien hoe het gaat en de opkomst is. En wat zijn de heikele punten hier in Marle, meneer de burgemeester? Nou, want wij hebben heel veel geruchten gehoord over de berm, die zou dan te zacht zijn. Ja, grasbetontegels. Dat is een onderwerp wat hier al vele jaren bediscussieerd wordt. Waarom komen er niet burgemeesters? Nou ja, iedereen hoort over die tegels. Leg die tegels nou eens neer. Als wij dat zouden doen, is daarmee ook elk probleem opgelost in Marle. En je moet toch minstens één probleem hebben waar je ook nog enige regelmaat over kunt praten. Want anders kunt u morgen vertrekken natuurlijk. Ja, dan zijn we klaar hier in Marle. Dat moet je toch niet willen. Ja, en hier staan we dan in de stal van Ellie en Wim. Dat is trouwens grappig, want dit is ook de locatie waar ze Boer zoekt vrouw opnemen. Dus precies hier. We hadden ook nog hoog bezoek trouwens vandaag van de burgemeester. Dat liep nog even hoog op. We gaan wel naar huis met een doosje verse eieren van Ellie en Wim. Helemaal top. Q music, Q is good for you.